Stone Foster. Stone Foster Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Een van de nieuwe ministers van Suriname, de heer Amar Ramadine. Hij is van Volksgezondheid. En je staat net in een persconferentie. Goedendag, welkom minister. Ja, meneer Pinas, goedenavond, hè, of middag hier. Oké, het is 10 uur hier, man, geweest, dus avond. Goedenavond, ja. Je zat in een persconferentie, waar ging het over, waar hadden jullie het over? Nou, zoals u weet, hadden we onze eerste officiële Raad van Ministers vergadering. In deze nieuwe regering. En er waren natuurlijk enkele belangrijke vraagstukken die aan de orde zijn gekomen. Met name COVID-19, grondzaken en sowieso de financiële situatie in het land. Maar we hebben ook een beetje kennis gemaakt met elkaar, beter. En wat huisregels besproken voor de komende Raad van Vergadering ministers. Mooi zo. En ik wil het met jou hebben over COVID-19. Er is een nieuw team, het team, oud-team onder leiding van Vera, heeft plaatsgemaakt. Nou, laat me zo zeggen, er is een nieuwe organisatiestructuur en veel mensen brengen daar een verwarring mee met een team. Kijk, een team is, alle teams zijn ingesteld om een bepaalde reden. Het gaat er bij deze regering om dat we een duidelijke organisatiestructuur moeten hebben. Wil je iets aanpakken in een crisis, dan moet je wel een duidelijke organisatiestructuur hebben. Vanaf beleidsmatig niveau tot de uitvoering. En daar hebben we dus hard aan gewerkt in de eerste week van de nieuwe regering. We hadden gehoopt dat we vandaag de organisatiestructuur en alle andere zaken zouden kunnen formaliseren bij de Raad. Maar vanwege de zwaarwichtigheid en de complexiteit van het probleem, wil je natuurlijk niet ad hoc beslissingen nemen, maar weer in een groter verband bespreken. Dus wij zijn daardoor genoodzaakt om aanstaande vrijdag in een spoedraadvergadering de definitieve besluiten door te voeren. Als je zegt spoed, dan lijkt het alsof de situatie acuut is. Dat is waar. Ik kan dat enigszins bevestigen. We hebben uit onze cijfermatige analyse door epidemiologen en de ter zake deskundigen die over de data gaan en over de infectiebeheersing gaan, kunnen constateren dat er een redelijke dreiging bestaat voor een uitspreiden en het verspreiden van de epidemie in Suriname. Met name hebben we enkele specifieke gebieden waar het probleem mogelijk groot kan worden en een dreiging kan vormen voor de hele samenleving. Met name zijn er enkele gebieden in Paramaribo en Wanica als hotspots geïdentificeerd. Maar ook nog de regulering van het verkeer, personenverkeer in het oosten van het land. Vanwege de continue influx van personen, besmette personen vanuit Franciana in de illegale sfeer. Ook nog de influx van Braziliaanse goudzoekers, besmette Braziliaanse goudzoekers vanuit het zuidoosten van Suriname. Met name die actief zijn in de illegale goudvelden. En die dus de lokale gemeenschap al daar besmetten en dus een grote dreiging vormen. Maar ook zijn er gebieden in, dus wat ik al zei, Paramaribo, Wanica. Dus dat zijn met name de meest voorname problemen die wij hebben geïdentificeerd als mogelijke bronnen van epidemieverspreiding in Suriname. Er is ook, wordt ook gezegd of geklaagd over de maatregelen die een beetje onduidelijk zijn. Hoort u die geluiden ook? Nou kijk, die geluiden zijn bij mij bekend. Er zijn door de vorige regering maatregelen afgekondigd in het kader van beheersing COVID-19. Wij hebben aan die maatregelen vooralsnog niets veranderd. Dat betekent dat diezelfde maatregelen gehandhaafd zijn. Dus de samenleving dient zich nog steeds te houden aan een avondklok van 10 tot 5. Eigenlijk noem ik het geen avondklok, maar meer een vrijheidsbeperking, een bewegingsbeperking in vrijheid van 10 tot 5. Verder zijn er algemene adviezen gegeven. We weten dat er enige verlichting was van maatregelen onder de vorige regering als laatste besluit voor COVID. En ik wil het voorzichtig zeggen dat misschien daar gekeken naar moet worden als te zijn dat de zaak een beetje losser is gaan raken in de samenleving en mensen het een beetje minder nauw zijn gaan nemen. Verwaarlozing, dus verwatering van maatregelen. En dat kan ook geleid hebben tot het een beetje nonchalanter omgaan met elkaar. Niet in acht nemen de fysieke afstand tussen elkaar. Niet opzetten van mondkapjes.
elkaar toch stiekem feestjes organiseren hier. Buiten beeld van de autoriteiten natuurlijk. En dat soort zaken kunnen dus kleine uitspattingen zijn voor het uitbreken van community transmission of cluster cases, laat ik het zo zeggen. Dat cluster cases kunnen gaan ontstaan en als je niet op tijd bent met het opsporen van dergelijke gevallen, dan heb je een snelle verspreiding. En je ziet dat in Nederland zelf, las ik een artikel dat iemand in een kroeg 23 mensen heeft besmet. Ja, Hillegom. Dat zijn voorbeelden. Mm-hmm. Dat zijn voorbeelden, want kijk, het is een wereldwijd probleem. Dat zijn gewoon simpele voorbeelden waarbij je ziet dat hoe snel iemand besmettelijk kan zijn en hoeveel de impact kan zijn op de rest van de samenleving. Dus je moet nagaan, ook al heb je 5 cases ergens op een feestje en elke case is in staat 10 personen te besmetten vanwege heel nauw contact en het niet naleven van de adviezen die gegeven worden, dan zit je al op 50. Met die 50 zijn nog verder heel snel in staat dat uit te breiden naar 250 en dergelijke. En binnen no time, u weet dat we in Suriname niet gezegend zijn met heel veel capaciteit aan behandeling. We hebben weinig isolatiecapaciteit, we hebben weinig quarantainecapaciteiten. En als onze capaciteiten vol raken, dan zullen we een probleem hebben met het beheersen van de mensen en zullen we waarschijnlijk tegen een groot probleem aanlopen. Dus dat is de dreiging en dat is ook de vrees die de regering heeft. Maar natuurlijk willen wij de zaak onder controle hebben. Dus in dat kader kan de samenleving best verwachten dat er wat maatregelen zullen komen die enigszins een beetje zullen afwijken van de huidige maatregelen. Maar meneer Pinas, ik wil u vragen mij op een later tijdstip te contacten, omdat ik nu... Je bent bij de president. Ja. Oké. Okay. Ik draai... voor je bij de president komt, ik wist nooit dat je een grote zanger was. Jana wordt nu de hele dag aangevraagd hier. Van ja, het is Jana. Hè? Jana. Oké. Okay. Hey, succes. Ja. En ik spreek je heel gauw weer, minister van Volksgezondheid. Okay. Amar Ramadine. En dat is de man die hier zingt. Zingende minister. Dit is hem. De minister heeft hem heel druk. Hij was onderweg naar de minister, naar de president, naar president Santokhi. En hij wilde me even te woord staan. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.